This is the end. Oh! Edit skills, hè? Magie! Ik sta net verkeerd. Wacht even. Oh, shit. Zo, rare fact. Oh, de camera staat opeens heel anders. Hoe kan dat? Boom. Ga je ooit nog beginnen aan een upload-schema? nee. Confronteren. Nee, dat ga ik niet meer doen. Ik heb wel eens een upload-schema gemaakt. Ik kan elke deze dag uploaden, maar dat ga ik echt niet meer doen. Ik ga een video uploaden, wanneer ik het wil. Met veel kwaliteit. Weet je wie er wel een upload-schema heeft? Ah. Elke maandag en woensdag om 4 uur abonneren. Kijk, precies. En mij, wanneer ik zin heb om een video te uploaden. Ja, eens in de 3 maanden dus. Komt het dan in de beschrijving. Hé, je mag pas aan het eind een shout-out. Oh shit. Waarschijnlijk knip ik dit op in 2 delen en dan weten mensen na de eerste keer nog steeds niet wie je bent. Oh ja. Met welke 5 bekende Nederlandse YouTubers wil je nog een keer een video opnemen? 5, moet ik dan 5 noemen? Ja. Oké. Harme Frodo. Ja, dat snap ik heel goed, ja. Calvin zou ik wel willen. Lijkt me wel heel tof. Ja, maakt dat dan Stuk TV. Die kijk ik ook. Nederlandse wat hij weet geen eens Nederlandse YouTube. Oh, doe maar die ene Jeremy. Ja, nee, dat snap ik wel heel goed. Ja, die is ook wel leuk. Die vindt het ook leuk, zeg maar, om ook een soort van sfeerbeelden in zijn vlogs te doen als hij vlogs maakt. Ja, klopt. Dus, en, oh man. Wie heeft er nou nog meer? Gio, doe hem maar ook maar. Ik weet niet waar. Gewoon allemaal voor de views. Hij woont hier vlakbij, weet je wel. Hij woont in Rotterdam. Ja, dus dat is wel zo, ja, natuurlijk. Oké, dan zit ik toch op 4? Nee, 5. Oh, ik zit nou op 5. Calvin, Jeremy, Stuk TV, mij, Oh ja, en Gio. Yes! Gio. Ik ben wel eruit gered. Wat is je favoriete diss track op YouTube? Welke vind je best? Die van Calvin, nee. Dat is toch ook weer van. Ja, dat is een diss track, maar die ging over niemand. Dan zegt die diss track over iedereen, maar dat ging echt nergens over. Nee, maar die vond ik al echt vet. Ja. Ik moet nog steeds een diss track over Calvin gaan maken. Want ja, dat is in die video over de video arts, had ik gezegd van. Als Nee gaat winnen met een video arts, dan ga ik een diss track over Calvin maken. Misschien kijkt hij dat dan wel en dan denk je van wow, dit ga ik kijken, zeg maar. Ja, wel 1001 mensen roasten hem, maar niemand maakt diss tracks over hem. Dus dat scheelt wel weer. Nee. Zou je liever een diss track willen maken of een liedje? Een diss track, dat vind ik makkelijker. Dan kan ik, zeg maar, over iemand een liedje, dan moet je weer helemaal gaan bedenken. Waarover moet een liedje gaan? Ja. Ik moet nog steeds een diss track op jou maken. Ja, ja, daar hint ik de hele tijd op. Ja. Nee, ik heb het heel druk allemaal met allemaal dingen. Ja, maar precies. Ik ga zo snel mogelijk aan de slag. Ik heb al een liedje dat ik toen doorgestuurd, dat ik helemaal zelf in elkaar heb gebeurd. Ja, dit is wel zo, mensen. Nee, maar ik ben heel traag wat dat betreft. Ik, komt goed. Ik kom nog wel een keer. Gaat echt vet worden. Mooi, ik ben echt heel bedankt dat ik een reactievideo maak. Had ik weer miljoenen views en echt graag YouTube op. Ja. Bij hoeveel abonnees zou je van YouTube een fulltime baan willen maken? 10.000. Ja. Dan moet je wel flink uploaden hoor. Ja, maar kijk, bij 1000 abonnees verdien je pas geld met YouTube. Klopt. En dat is heel vervelend. Want eerst verdiende ik nog wel 1 euro per maand. Ja. Nou, chill toch. Zou je YouTube als baan willen hebben? Nee. Ja en nee. Kijk, wat ik heel graag wil is regisseur worden van films. Dus als ik mijn films dan op YouTube ga zetten en dat als baan kan nemen, dan wil ik het heel graag. Maar als ik vlogs ga maken, dan wil ik het niet. Zeg maar. Heb je nou iets tegen vloggen? Ja, ik heb echt. Tegen de grootste vlogger van Amersfoort? Ja. Maar kijk, media noemt iedereen tegenwoordig vloggen. Ja, dit is ook vloggen. Ja, dit is in principe is het eigenlijk wel een vlog. Zo, kijk, een vlog is een videoblog. En een blog dat gaat over een beetje over je leven en wat je mee hebt gemaakt. En wat je cool vindt, leuk vindt om te vertellen. En nou doen we eigenlijk een videoblog opnemen. Ja, dus klopt op zich. Ja, precies. Jij werkt natuurlijk voor de Schakel Barendrecht, een lokaal krantje waar je filmpjes voor maakt. Ja, man. Kijk, zoals jullie hier zien, Schakel. En, hier zo, kijk, je ziet het. Luc is creatief, talentvol en ambitieus. Ik dacht dat kranten niet mochten liegen.
Oh, wat erg. Kijk nou. Heb je daar een hele pagina? Nou, niet de hele pagina, maar hier staat ook nog een foto van mij. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Uh-huh. Ze hebben hier gewoon een foto van mij neergezet onder Disco. Ja, en dat is precies dezelfde foto. Ja. Maar kijk, ik heb dus een halve pagina en gaan ze over mij schrijven. En ik heb nog een aantal keren in de krant gestaan, ook over van alles. Het is een lokale krant, hè? Dus, ja, maar kijk, mensen waarderen deze krant wel. Ja, het is echt een mensenreclame. Ja. Iedereen kan je zien dat sinaasappel netjes nu 1% is. Dat is helemaal niet tegenover, hè? Dat is een goede supermarkt. 1% gratis, mensen. Maak je nou reclame in mijn video? 1% gratis, kom hier. Dan kan je mij ook ontmoeten. Heb je. Wat kan je wel bij de schakelbaan zeggen wat je niet op je eigen kanaal kan? Oh ja, nieuwsvideo's maken. Dan ben je ook niet directeur. Maar dat was met die Barcelona-video ja, of zo. Ja, precies. Maar bij de schakelbaan verdien ik er geld mee. Hey. Ja. Maar kijk, ik vind het heel leuk, zeg maar. Kijk, ik heb laatst op Verkoningsdag, heb ik dan mensen geïnterviewd. Een serieuze interview, zeg maar. Dat kan ik niet echt meer. Als ik dan op mijn kanaal ga doen, serieuze interviews, dat is niet zo leuk meer. En dan kan ik echt reportagevideo's maken. Dus ik maak bijvoorbeeld Koningsdag, nou film ik wat hier rond. En dan doe ik ondertussen mensen interviewen. Dus dat kan ik zeg maar niet echt op mijn kanaal. Ik kan het wel, maar ik vind het niet leuk om te doen, zeg maar. Ja. Dat. Heb je respect voor YouTubers met een uploadschema? Heel veel respect. Ik kan niet begrijpen hoe mensen dat kunnen. Je moet dus ook indenken, ik heb nu elke woensdag een serie. Jongens, kijk mijn serie Haten op elke woensdag. Haten op elke woensdag. Dat is 10 afleveringen. Vorige week woensdag, voor jullie is dat al een paar weken geleden, maar vorige week woensdag is daar het eerste deel van online gekomen. Voor vorige week woensdag had ik een heel seizoen 10 afleveringen af. Jezus. Pas toen ik alle 10 afleveringen heb ik geüpload. Ja, dat zou ik ook doen als ik een serie. Ik heb al een serie, dat is dus echt voor baanrecht. Maar dan ga ik niet zo vertellen, ik ga het iemand stelen. Ik ga daar wel even tegen jou zeggen. Ik ben benieuwd. Wat mijn idee is. Maar misschien ga ik dan wel een schakel verkopen of zo. Dus dat gaat over barendrecht. Dus. Mm-hmm. Oh, nu ben ik echt heel benieuwd. Ja, ik ga het zo vertellen. In welke klas zit je op dit moment? De derde. HAVO 3, mensen. Ik zit in HAVO 4. Ik ben groter dan hem. Hoe kan dat nou, mensen? Ja, maar als ik naast jou zit, lijk ik ook echt zo'n klein joch. Moet je eens kijken naar de camera. Zo, mensen. Het is dat ik een beetje al onderuit gezakt zit. En waar, wat vind je minst leuk aan school? Het leerwerk. Ik vind school zelf, als ik op school kom, vind ik echt leuk. Maar nou, als ik bijvoorbeeld moet leren thuis, dat vind ik helemaal niks aan. Ik vind het juist altijd leuk, lekker samenvatten, keihard jouw district opzetten. Wie wil er nou luisteren? Ja, vraag ik mezelf ook aan. Ja. Zeg mijn ouders, als je nu niet doorwerkt, zet ik luxe diss-track op. Nou, dan ga je wel. Ja, dat doe je in je huis, zeg maar. Nee, dat is flauw. Waar besteed je meest tijd aan naast school? Ik heb aan de radio. Ik zit bij een radiostation hier, daar zit ik heel vaak bij. Dan edit soms vaak video's. Nou ben ik ook bezig met mijn vakantievideo en zo. Dan voor 3 maanden online. Ja, ik denk het wel, dat is best wel veel werk. Maar ja, ik weet niet hoe het met, zit met mijn video's, joh. En dan edit ik video's. Een heleboel moeten nog online komen en zo. Dus dat komt nog wel. En ik doe ook het schakel doe ik voor filmen. Ik doe voor klanten, doe ik zeg maar video's maken. Dus ja, ik heb verder eigenlijk, dat is weer wat ik naar school doe. Maar verder heb ik echt geen vrije tijd eigenlijk. Ja. Ik sta op, ik ben bezig met school of video's of iets wat daarmee te maken heeft. Ik zit soms een klein beetje op social media en zo. En zit soms even op de bank tv te kijken. Maar dan ga ik ook weer naar bed. Mm-hmm. Dat is een, ja. Om 5:30 avonds. Nee, om 10:00. Nou, 5:30. Jezus, heel goed. Nu gaan we lekker dan vragen stellen die jij toch niet weet. Wat vind je de leukste video op mijn kanaal? De leukste video op jouw kanaal, dat vind ik... Weet hij niet, hij heeft nog nooit iets gezien. Oh, wel. Ik ben nu wel benieuwd hoor. Die diss track op Luxe Leventje vind ik wel leuk. Ik ga echt, als jij een diss track over mij hebt gemaakt, ik kom zo hard terug. Hè? Maar het probleem is altijd, dat zeg ik ook tegen de kijkers. Heel veel mensen die vragen van maak een diss track over mij. Maar ik vond het liever dat deze mensen eerst een diss track over mij maken. Ja, precies. Want dan weet ik precies, hoe hard ik kan firen. Ja, want die vorige die was echt 5% van wat ik kan, maar... Jij vroeg echt aan mij van, jij mag een diss track over jou maken. Ik denk van, oké, dat mag wel.
Ik dacht van, oké, kom maar door met al die andere mensen die een district over mij willen maken. Dan lijkt het alsof, inderdaad heb ik al 2 districts over mij. En dan moet ja, ook nog een van iemand die niet eens de moeite nam voor het maken van een videoclip. Maar ja, nee, maar hij is ook hij is echt aardige gozer. Maar shout-out naar het nieuwe leven. Hij vindt dat, hij heet niet echt die mensen volgens mij of zo. Nou, ja. In ieder geval, hij vindt het ook moeilijk om een videoclip te maken en zo. Maar ja, dat begrijp ik ook wel. En ik heb ook allemaal mensen die dat voor me kunnen doen en zo, voor filmen en zo. Maar in ieder geval, die district op jou, die komt nog. Het gaat super eventjes worden. Ik ga zo benieuwd. Ik ga denk ik ook gewoon naar een verlaten gebouw om dat ding op te nemen. Ja. Dat gaat echt goede kwaliteit worden. En, maar ja. Ja. Gaat vet worden. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, ik maak zelf iedere maand een district. Dus iets wel. Maar dat is iets, want het probleem is, maar dan gaan zij mij opeens heel arrogant vinden. Maar met districts hou je automatisch altijd wel best wel wat views. Ja, 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 dat is waar. Want zeker als zo'n YouTuber met 150.000 abonnees, als die reageert op je diss-track. Ja. Alleen, ik wil niet iemand zijn die dat alleen maar doet. Want ja, als je dat alleen maar doet, dan... Ja, en als ik een diss-track maak, dan wil ik echt of iets van een video bouwen, dan wil ik goed camerawerk. Ik wil alles perfect hebben, zeg maar. Ja. Dus ik vind het... Daarom heb ik ook deze gekocht, mensen. Kijk eens. Kijk dan. Ja, je kan je een wereldbol inzetten. Ja, precies. Dat kan je zo doen en dan kan je zo een wereldbol inzetten. Raad wat het is in de reacties. Dan krijg in de beschrijving zegt iedereen altijd. Ja, dat komt nooit. En dan krijg je hem misschien wel. Giveaway, jongens. Giveaway! Nee, maar misschien kijken. Jij hebt trouwens ook de hele video van de boksen niet eens gezien, hè? Daar kwam je pas later af. Nee, ik dacht van shit. Nou, maar ik heb zeg maar een hele tijd heb ik geen YouTube gekeken. Huh? Dat komt omdat ik het zo ongelooflijk druk had. Ik had gewoon voor de vakantie dat ik het ook zo enorm druk dat ik met de vakantie viel bijna elke dag gewoon zo slaap. Zo druk had ik het met alles. Dus daarom komt dat. Maar ik ga je al beloven dat ik dit keer gewoon, ik zet de meldingen aan en als jij een video upload, ga ik kijken. Elke maandag moet ik zeg om 4 uur, hè? Ja, dan, kijk, dat is makkelijk aan de uploadschema. Binnenkort wil ik een derde dag in de week gaan krijgen. Oh ja, ja. Omdat ik nu een serie heb, dus die is komende 9 weken, precies, dus ja. Is die er al. En dan hoef ik daar dus niks meer aan te doen. Ja. Of ik ga weer een maand dagelijks uploaden. Heb ik 3 maanden volgehouden, hè? 3 maanden, maar dat was echt zo klote content. Maar ja, kijk, dat krijg ik natuurlijk. Ik wilde ook een keer in de zomervakantie, wilde ik elke dag uploaden. Maar ik dacht van op een gegeven moment, toen gingen we net weg, net voordat ik wegging op vakantie, ging ik nog allemaal video's maken en zo. Ik dacht, dat ga ik echt niet. Dat is allemaal vervelend. Ja, precies. Allemaal om content te maken. Maar als ik nog ooit een maand dagelijks ga uploaden, dan wil ik het de maand, voordat de maand begint, af hebben. Ja, precies. Zodat je niet hoeft te stressen in die maand. Ja, want ik heb dan dus soms dat ik opeens denk op dag 28 van, nou, nu ga ik maar een gare compilatie neerzetten. Ja, om maar te zorgen dat het er toch komt. Maar dat wil ik dan niet meer echt. Bijvoorbeeld een maand 30 vlogs. Alleen maar. Ja, dagelijks. Ja. Ja, dat is wel leuk. Maar niet in december, want dan doet iedereen dat al. Ja, vlogs, ja. Mes, heel irritant. Doe anders in het midden van het... Ja, ik deed dat dus... De vorige keer heb ik 10 vlogs geüpload in december. Dat was wel knap van mij. Kijkers van Harm en Frodo. Yes. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze 2 video's. Hij is opgesplitst in de helft. Dat weet hij niet, maar dat weet ik wel. Oh ja, dat is wel slim. Ja, want niemand gaat 25 minuten kijken. Maar nu zijn jullie allemaal toch breng. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk weer bij de volgende video. Check Lux kanaal. Over 3 maanden komt daar een hele goede video van ons tweeden. Er nog steeds. Er komt nog een vlog online van hoe ik met Luc heel Barendrecht ga verkennen. Dus even 3 huisjes langs en dan leuk, dan heb je gehad. Gaan we met mijn vrienden gaan. Ja. Hier heb ik dus altijd... Nu ga ik echt die kijkers gewoon triggeren. Ik heb er altijd een hekel aan als iemand zegt heel erg bedankt voor het kijken en dan nog een minuut gaat praten. Dan denk ik, jongen, hou nu gewoon op.